Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag, dus dat betekent boodschappendag. Tim laat nu net de kindjes in de auto, dus die gaan nog even in het kinderdagverblijf. Die zegt nu wel steeds, ik vind school leuker. Dus school is kinderdagverblijf. Basisschool is basisschool. Dus ik vind het wel lastig hoor, want het is morgen de laatste dag. En gisteren ook, dan heeft ze kerstdiner. Dan is Sterre er, dat is een klasgenootje van haar. En die wil dan alleen naar het kerstdiner komen als Lia er is. En ja, ze heeft daar gewoon twee leuke vriendinnetjes. Maar ja, we hebben natuurlijk toen de keuze gemaakt om er van het kinderdagverblijf hier in de buurt af te halen. En er dus een stuk verder aan de andere kant van Lelystad naar een kinderdagverblijf te doen. Dat kwam, om verschillende redenen. En met die keuze ben ik heel erg blij. Maar ja, nu gaat ze natuurlijk naar de basisschool. En die kinderen die wonen echt aan de andere kant van Lelystad, van het kinderdagverblijf. Dus de kans dat die nu bij haar in de klas komen is gewoon heel klein. En ik weet dat ik van de peuterspeelzaal naar de basisschool ging. En toen ging Inge, die zat bij mij op de peuterspeelzaal, die kwam ook op de Shalom. Dus toen kwamen we samen in de klas. Of nee, toen kwamen zij in de ene klas en ik in de andere klas. Maar vanaf 3-4 hebben we gewoon weer altijd bij elkaar in de klas gezeten. En dat is nog steeds een vriendinnetje van mij. Dus dat vind ik wel zielig voor haar of zo. Dat ze niemand daar nu heeft. Dus daar moet ze gewoon weer helemaal van scratch beginnen. Nou is ze heel sociaal en denk ik wel dat het goed komt. Maar ik vind het wel lastig deze laatste dagen. Gewoon omdat ik weet, voor haar is het ook wel heel veel grote veranderingen. Goed, ik ga eventjes klaarmaken, denk ik. En dan denk ik dat ik maar gewoon ga sporten. Want dan heb je gewoon een beetje een goede start van je dag. En dan ga ik daar maar aan de boodschappen beginnen. Want ik doe natuurlijk op donderdag altijd de weekboodschappen. Maar het is nu overmorgen, is het kerstavond. Dus het zal wel druk zijn. En ik moet even die Olaplex uitspoelen. Dus ik ga even douchen, klaarmaken, sporten. Misschien laat ik die Olaplex zo gewoon even in mijn haar zitten. Want anders dacht ik nu eerst sporten en dan moet ik straks weer douchen. Ik denk dat ik dat doe. Eerst eventjes nog een koffietje drinken. Ik ga even bij de naaste buren vast kerstkaartjes in de brievenbus doen. Dan heb ik dat vast gedaan. Ik heb al mijn spullen bij me. Maar ik dacht dat mijn sporttas hier binnen lag. Die heb ik volgens mij alweer meegenomen naar de auto. Maar goed, maakt niet uit. Dus ik doe dit even op de bus. Dan ga ik sporten, boodschappen doen. En dan hopen dat het niet te druk is. Want iedereen gaat natuurlijk ook kerstinkopen doen. Maar goed, het is wel very mistig buiten. Maar goed, ik hoef niet echt verder weg op. Meteen even het vakje open, nummer 22. Ik hoop dus nog steeds eigenlijk een beetje dat die mascara erin zit. Dat is geen mascara. Ik weet niet of ze dat nog hebben. Dit is weer zo'n verpakking die ik er natuurlijk niet uit kan krijgen. Dit is een refreshing spray. The Ritual of Sakura voor over je kleding als het een beetje muf ruikt. Dat is wel chill. Die heb ik ook van Romein meestal staan. Maar deze geur is heel lekker, dus top, leuk. Ook een klein maatje, dus misschien ook wel weer handig om mee te nemen op vakantie. Even kijken of ik dat zo lang kan bewaren. Oké, als je niet tegen bloed kan, doe dan even nu 10 seconden je ogen dicht. Oké, dan mijn hele nagel klapt naar achter. Oh, het doet zoveel pijn. Voor de mensen die niet keken, mijn nagel is naar achter geklapt. Ja, op zich, als die hier blijft liggen, dan hoor je al het. Het wordt dus een extreem lange boodschappenlog, want ik heb heel veel gehaald. Ik was ook heel veel kwijt, daar schrok ik met lamslazers van. Ik sta aan de wacht bij de dierenarts. Maar goed, we gaan vast beginnen maken, te lang. Ik heb gehaald kattengint. 4 Coca-Cola, want mijn zus drinkt normale cola. En 2. Nou, Pepsi Cherry. En 2 Pepsi Cherry. Chocomel. En gewoon even 6-pack water, want mijn ouders drinken eigenlijk altijd dat water. Keukenpapier. 6 heb je een momentje. Doe het 5 jaar. Bedankt voor het wachten. Wat kan ik voor je doen? Oh, sorry. Eén moment. Sorry, ja. Ja, dan zet je hem altijd op speaker om te wachten. Wacht even, sorry. Ja, nee, maakt niks uit. Ik heb wel een kat.
geld komt ons vanzelf weer tegemoet. We hebben nog 3 december. Daarom, daar zit gewoon een miljoen in. Goed, ik ga even verder met boodschappen. Ik kan om 2:30 bij een andere dierenarts terecht voor Lino. Dus dat is in ieder geval top. Maar... ik heb 2 van die zakken van keizerbroodjes. Handig voor het ontbijt en voor een gerecht wat ik had waar ik niet alles van heb. Bugles. 2 keer. Puntpaprika. Munt. Kruidenstokbrood. Cookies. Nieuwe appelstroop. Limoenen. Ik heb nog citroenen liggen, dus dat is zonde. Een paar van dit soort toetjes, die zijn bij de Aldi veel goedkoper. En anders heb je dus altijd die met Smarties, maar die is dus echt veel duurder. Bij Aldi zijn ze echt een stuk goedkoper. Dus daar nam ik een paar van mee. Van dat frito gebeuren, dat is voor op de pizzabodem. Aardbeien. Appels. Nieuwe chocopasta. En truffelboter. Dit is om de inductiekookplaat schoon te maken. Knakworsten. Komkommer. Een Gelderse gekookte worst. Doperwten en spersiebonen. Ik zit nu alweer te denken dat ik vorige keer had meegenomen. Dat heb ik nu echt al 5 weken achter. Dus we kunnen voorlopig nog dat eten. Sla. Geitenkaas in spek. Kaas in de vorm van een kerstboompje. Kant-en-klaar gehaktballen, want ik denk dat ze even lekker makkelijk voor vanavond. Pure chocola. Peperoomsaus. Kaas fondue. Toetjes. Trouwens, de kaasfondue heb ik zonder alcohol gehaald. Pot yoghurt. Kruidenboter. Een aardappeldingetje van 30%. Ik denk dat kan mooi bij de hakballen. En hammetjes. Crackers. Rucola. Wraps. Gevuld eitje. Die had ik nog staan van Leo de verjaardag. Maar die was niet lekker. Die is van Joma wel echt veel lekkerder. Grote kip. Kippensmoothie. Dit is... yoghurt, peer, aardbei, framboos en avocado. Dit zijn van die empanadas, piri piri. Zag er gewoon lekker uit. Dit was een hele dure aankoop, maar lekker voor tweede kerstdag gaan we het lekker klaarmaken. Ossa's. Maar zo'n klein stukje is 15 euro, 16 euro misschien zelfs. Ja, 16 euro zelfs. 2 losse cupcakes om zaterdag weer uit bed te halen. Krokantjes, bloemkoolbodem, bananen, 2 pakken van dat dubbelfris, deze is heel lekker. I like this. En dat is een avond. Een hammetje, overfriet, chicken wings. Dat zijn ook hele goedkoop, die vinden echt lekkerder dan gewoon het verse zeggen. Dan hebben we mini frikandellen. En van die kaasstengels. Tiefs. Oh, die nagel. Ik moet hem straks echt gaan afknippen, maar ik zie er echt tegenop. Maar goed. Mascarpone chili dip voor bij de dingetjes. Die chippies, die bugles. Roomkaas. En bruschetta. Croissantdeeg. Hele oude kaas. Van dat brokkelkaas. Tube voor bij de bierbos. Brie. Cheesecakejes. Korrelnootjes. Over het bakken. Mosterddillendip. Kaaspesto dip. Haricot. Heel veel appelsap. Dan hebben we brood. We hebben deze Spa Peach Pear, die vind ik ook erg lekker. Trio van filet americain. Eieren. Oh, donuts. Dat is de andere smoothie. Ananas, sinaasappel, spinazie, komkommer en kiwi.
gehaktballetjes. Ik heb al veel te veel gehaald, jongens. En bier voor Tim. Ik zal het weken nu weer even in beeld zetten. Dat is een aangepast weekmenu natuurlijk door kerst. En ik zag dus dat die kaas van u in de aanbieding was. En omdat we die ossehaas hebben, dat is te veel voor twee personen. Dus dan hou je over. Dus ik denk, dan doen we de dag daarna kaas van u. En dan kunnen we veel restjes opmaken wat we daar nog in kunnen dippen en doen. Dus zodoende. Ik ga dit nu allemaal inruimen. Super veel doen. Ik heb ook echt oud gedaan dat het heeft, maar niet uit. Ja, dat is dan altijd weer wat minder. Goed, ik ga dat even inruimen. En dan ga ik heel even rusten. En dan moet ik met Lino dus naar een dierenarts toe. Ik hoop heel erg dat het meevalt. Want dit was dus al heel erg duur. We zijn een tijdje verder. Ik ga snel met Lino richting de dierenarts toe. Ik kon er gelukkig ergens even tussen. Want hij ligt echt als een zielig hoofdje maar heel de tijd bij de trap. Dus ik heb hem nu al in de ding gedaan. Kattenmand, hoe heet zo'n ding? Die moet ik hier weghalen. Ik ben een beetje onrustig geworden. Dat komt omdat ik weer iets zag online. En dat werkte weer een beetje triggerend. Dus dan heb ik moeite om dat beeld los te laten ofzo. Of tenminste, ik maak er dan zelf een beeld bij. Het was iemand die wat vertelde. Maar goed, dan moet ik dan maar weer even mee dienen. En dan gaan we gewoon weer loslaten. Maar ik kan me zo zelf moeilijk maken. Goed, ik ga snel die kant op, anders kom ik te laat. Ik hoop dat het meevalt. En voor hem en voor mij financieel. Dat zou ook leuk zijn als het niet heel heftig is. Nou, ik ben weer thuis met Lino. Ik kon het niet goed voelen, want het zit dus niet in het onderste gedeelte van de poot, maar echt bij zijn heup. Zoals je misschien wel ziet, loopt hij. Ik zeg toch, ik doe mijn vlog. Dus hij probeerde daar wel te voelen, maar ja, het lukte niet echt. Dus hij heeft nu pijnstilling, zo'n shot gekregen en ik heb zo'n flesje gekregen. Maar ja, hij loopt nog steeds erg mank. Dus ik hoop dat het snel gaat werken, dat hij even gaat eten. Het is wel een beetje zielig. Maar goed, de feestdagen komen aan. Dus ik zeg ook, ja, wanneer moet ik aan de bel trekken? Want ja, zit het weekend ertussen. Ze moeten hem anders onder narcose gaan brengen om een foto te maken. En als het dan gebroken is, dan moet je dus nog de keuze maken of je naar een orthopeed gaat die het echt allemaal met plaatjes doet. Of dat ze het iets met, nou ja, allemaal opties. En ik dacht, nou, laten we er gewoon van uitgaan dat die pijnstilling gaat werken. Maar ik zie volgens mij dat hij nu de trap opgelopen is. Ga je doen? Moet je eten? Ik wil hem nog steeds niet zichzelf. Hè? Het is goed, schat. Het is goed. En Tim zegt dat net de man van de Whirlpool belde. Of hij nu langs kon komen, want hij had een gaatje. Dus nou, in plaats van 30 december komt hij dus nu. Dus dat is top. Want dat doet onze vaatwasser het met de feestdagen. Zoals je wellicht kon zien, was de man van de Whirlpool hier. Dus onze vaatwasser doet het weer. Ik ga nu even een paar kerstkaarten op de post doen. In de hoop dat ze nog op tijd aankomen. Maar goed, beter laat dan nooit. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik even het eten klaar. Ik heb geluk. Ik heb dus heel lui slagers gehaktballen gekocht bij de Aldi. Ja. Ik weet niet of het lekker is. Maar goed, ik was even gewoon heel erg lui. 1 portie pad, 429 calorieën. Mijn goed. Als ik het zelf met runnen gehakt doe, is het denk ik de helft. Maar goed. Kijken we nu even naar. Die ga ik oppakken en ik ga even sla maken. Want anders dan gebruiken we dus nooit de sla. En dat is alweer aan het verschrompelen. Dus even een salade erbij. Dus dat gaan we eventjes voorbereiden. In ieder geval de sla vast eventjes. Dit ga ik doen als Tim de deur uitrijdt om de kinderen te halen. Jammer! Hey liefie, ben je er weer? Kindjes komen zo, hè? Ik dacht dat het Tim was. Was het niet Tim? Staat nu het eten op tafel voor niks? Sta ik hier met mijn goede gedrag? Want nu zie ik namelijk een zilveren auto met de klep omhoog staan en geen witte.
Meh. Ik blijf het erg met mijn kinderen hebben als ze gewoon op het kinderdagverblijf zijn geweest de hele dag. Weet je, als je verliefd bent en je spreekt met elkaar af en als je helemaal excited bent als diegene er bijna is. De hele tijd zo loopt te kijken. Dat heb ik dus als mijn kinderen teruggekomen op het kinderdagverblijf. En dan zag ik toch wel een klein meisje er langs rennen. Ja! Wat heb jij? Ik wat mooi. Ik wil het van je laten zien. Ga je mij laten zien? Ik wil op de trap. Maar kom even, want ik heb eten voor je staan. Ik wil graag van je laten zien. Ja, ga mij maar laten zien. Kan ik jou niet dit? Wat wil je laten zien dan? Spannend. Wat zit erin? Weet het. Colijken. Straks zo, na het eten, oké? Okay? Doe maar wel even hier neerzetten, want anders ziet je zusje het en dan hebben we ruzie. Lekker, zullen we even je jas uitdoen? Ja. Michel, dit was het niet. Nee. Ik heb wel in de midden. Zo. Was het leuk vandaag? Ja. Goed, zo wij. Dit is jouw eerlijk zitten. Ga maar lekker zitten. Ik ga mijn ding weer eten. Je mag schuiven. En met drinken. Met drinken dan. En met drinken. Dat is eentje voor je mama. Is hé, hey, Noah. Lekker eten? Ja. Je mag schuiven, papa. Mama, gaat je schuiven, schatje. Saus. Wil je ketchup? Ja. Maar even tikken. Even hier. Waar moet de ketchup? Nee. Daar? Oh. Zo, lekker weg. Oh, ik wat lichter op mijn schouder. Dit is jouw knuffel. Nou. Ik ben benieuwd. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Na een lang week en weeg heb ik toch besloten om een editor aan te nemen. Huh? Ik ben zojuist klaar met editen. Ik heb zelfs de vlog van vandaag al bijna helemaal afgeëdit. Behalve de beelden die ik nog na het koken heb gemaakt. Maar ik zat te wachten op de DHL-bezorger, want die zou tussen 18.40 en 19.40 komen. Het is nu 20.14. Het is ruim een half uur te laat en er staat nog steeds dat hij onderweg is. Dus ik heb maar gezegd dat hij maar naar een DHL drop-off point moet brengen. Want ik ga even douchen, want mijn hoofdhuid jeugt als tierling. Ik denk, hoe kan dat nou? Die oude plek steeds maar. Dus mijn hoofdhuid is volgens mij geïrriteerd ervan. Goed, ik ga het voor vandaag even hierbij houden. Even een wat mindere dag. Dus ik ga gewoon lekker op tijd mijn bed in. En dan gaan we het gewoon morgen allemaal weer opnieuw proberen. Want zo werkt dat gewoon. Goedenacht dus is dan gewoon even super belangrijk. Ik bedank jullie weer voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als je dit leuke video vond. En dan zie ik jullie graag morgen weer. Doei!